Echte mannen die zijn stoer en laten hun emoties niet zien. Zo was het natuurlijk vroeger. Maar dat is tegenwoordig echt anders. Hoeveel keer per jaar huilen mannen? Ja, dat blijkt uit Duits onderzoek. En denk daarbij niet alleen aan het huilen van verdriet. Maar het kan natuurlijk ook van geluk zijn. Of van onmacht, of van ontroering. Bijvoorbeeld bij het zien van een film. Hoeveel keer? Als je thuis meespeelt met de app, je weet het inmiddels waarschijnlijk na het intoetsen van het antwoord, graag op bevestigen drukken. En dat invoeren, dat kan je nu doen. Mannen die huilen. Vrouwen vinden het sexy, geloof ik, hè? Nou, ligt er een beetje aan waarom ze huilen. Nou, geef eens twee voorbeelden dan. Nou ja, een man die om alles huilt vind ik nou niet zo heel sexy. Maar als het een keertje iets heel ontroerends is, ja dan. Nou, wat denk je? Waar gaan we mee beginnen? Vrouwen zitten natuurlijk alweer een stukje hoger. Ik denk dat het niet zo hoog ligt. Eén keer per maand denk ik dat er al vrij veel is eigenlijk voor een man. Ik denk 9 keer per jaar. 9 keer per jaar? Misschien zelfs, ja, je hebt ook nog ontroering er inderdaad bij. Dat scheelt. 7 keer per jaar. We maken er 7 van. Jij zegt 7 keer per jaar huilt een man gemiddeld in Nederland. Ja, ben benieuwd. 1 ding weten we zeker, jouw antwoord staat vast. Ja. We gaan kijken naar de crowd. 29, toch iets meer dan jij, Pamela. Het zit ver van jou af. Ja, maar dat zegt nog niet alles, toch? Dat zegt nog niet alles. We kunnen er pas een conclusie uittrekken als we nu het juiste antwoord zien. 17. Zit jij toch het dichtst bij? We gaan kijken hoeveel punten er verdiend zijn. Als we de percentages bekijken. De crowd zat er 70% vanaf. En Pamela, je ook helaas te veel, 58%. 0 punten bij deze tweede vraag.